Hello, beautiful. Morning, het is woensdag en dit heb ik aan. Shirt van Weekday, ketting van Nalin Studios, trui van H&M, die heb ik soort beetje als een kakker om me heen geslagen. Broek van Topshop en Nike's. En ik moet zo meteen weg, want ik ga iets heel leuks doen. We hebben een shoot voor ons December issue. En dan ga ik die nieuwe G-Star broek die je nu overal op de campagne ziet aandoen. Ik heb niet die Pharrell heeft, die vond ik ook heel leuk, die roze met die blokjes. Maar ik heb een hele heftige tijger printbroek. Ik zal hem zo even laten zien. En nu moet ik dus zelf stylen. En dat vind ik heel leuk. En worden ook zo opgemaakt. En dan moet ik dus op de foto. Maar ik ben wel nog een beetje bang. Ik twijfel of ik hem kan rocken. Ja, behalve deze shoot heb ik dus nog meer outfit stress. Want morgenavond hebben we een hele leuke shoot. Ook voor december nummer. We gaan op een boot met een hele leuke groep mensen. Onder andere Anna, Sabrina, Lizzie komen ook. En iedereen komt in kerstkleding. Want we gaan alvast kerst vieren. Alleen is de dresscode dat we alles aan mogen behalve zwart. Dus dat is mega lastig, want de feestelijke dingen die ik heb zijn toch allemaal wel een beetje, ja, vrij donker. Dus na de shoot ga ik heel snel naar de H&M, naar de showroom. En hopelijk kan ik daar iets moois vinden wat ik morgenavond aan kan. Ik zit dus nu in de stoel bij Elisa. En ik heb er dus net overtuigd dat ik heel graag stijl haar wil. En ze zei, Wieke, nee. Maar nu heb ik het geloof ik toch zover. Ik ben half klaar. Mijn haar is nu gedaan. En Elise zei dat ze het wel mooi vond. Ze was toch blij met mijn beslissing. Maar ze vond me een beetje ordinair. En dat klopt wel. Zeker met die kettingen. Orbella. Maar ik vind het echt heel leuk. Make-up en haar zitten erop. En kijk, zo zie ik uit met stijl haar. Grappig, hè? Ik word er altijd heel blij van. Vroeger droomde ik echt van stijl haar. En ik weet dat heel veel mensen krullen mooi vinden. Maar iedereen met krullen zal dat herkennen. Volgens mij heeft iedereen met stijl haar dat ook. Je wil gewoon altijd wat je niet hebt. En ik vond het altijd zo mooi als mensen dan een staart hadden en dat er dan hier geen pluis was of zo. En dat het dan ook gewoon bleef zitten. En nu heb ik dit. Dat is mijn element. Dit is hem dus, de broek. Ja, en ik vind hem dus zo fout ergens dat hij cool ervan wordt. Ik vind het echt juist zo leuk dat hij echt super, ja, hoe zeg je dat, mega nieuw veerkamp gewoon ontspiet. Ik vind dat echt geweldig. En dan juist, weet je, met zo'n die laarsjes onder. Ik weet niet of iedereen dit kan waarderen, maar ik vind het echt wel heel tof. Hij is dus veel te groot, dus dit is hoe het er echt uitziet op shoots. Is dit gewoon helemaal afgespeeld, zodat je aan de voorkant niet ziet dat hij eigenlijk gewoon veel te wijd is. Kijk trouwens wie hier ook zijn op shoot voor Claire. Claire en Eva. Die staan hier buiten te poseren. Hello, girls! Grijs en dan met allemaal van die hoe zeg je dat? Van die metalen draadjes eraan. Heel tof. En dan ben ik nu even bij Manco en kijk of zij nog gewoon echt zo'n killer rokje bij hebben. Dus ik voel me al iets rustiger. Hopelijk heb ik straks de outfit. Oh ja, de foto is trouwens heel mooi geworden. Daar ben ik mega blij mee. De foto werd gemaakt door Mick de Lint en er stond allemaal muziek aan. Het was zo'n leuke sfeer en hij doet morgen ook de fotografie. Dus dat komt helemaal goed, denk ik. Dit is trouwens de situatie. 4 tassen en counting. Och, wat erg. Al die spullen. Nieuwe update. Niks kunnen vinden wat bij de trui past. Dat was gewoon allemaal niet feestelijk genoeg. Dus nu ben ik thuis en is het plan om mijn hele kast leeg te gaan halen. Om te kijken of er niet toch nog iets is waar ik niet aan heb gedacht. Dat wel heel erg geschikt is voor morgenavond. Dus hopelijk kan ik iets vinden. En dat is ook wel beter, want dan hoef ik geen geld uit te geven. Want ik heb ook eigenlijk niks. Waar ik wel weer heel blij mee ben, is dat het nu is gaan regenen. Daar ben ik niet per se blij voor. Maar wel omdat ik al thuis ben. En anders was dit haar helemaal voor niks geweest. En had ik nog een probleem erbij gehad voor morgen. Ik heb gewoon het haar.
Zit nog steeds mooi. Ik vind het zo. Ik ben heel benieuwd. Wil jullie me laten weten wat jullie ervan vinden? Krullen of stijlhaar? Ik ben zelf team stijlhaar. Ik hou ook wel van mijn eigen haar. Maar ik weet niet. Het is gewoon zo. Dit is zo makkelijk. Geen klitten. Geen ellende. Gewoon haar wat gewoon zit. Dus dat scheelt. Haar is nog steeds oké. Oh ja. En ik heb net een burrito van mezelf gehaald. En daar heb ik mega veel trek in. Oh. Dit is de huidige situatie. Mega burrito, nachos, dip en de nieuwe vlog van, of althans, nou zo nieuw is die ook weer niet. Ja, 2 dagen geleden van Jen Im. Ik vind haar zo leuk. Morning, het is nu 9:58 en ik zit al met mijn laptop klaar met de H&M site open om die hele mooie laarzen van Richard Quinn voor H&M te bestellen. Deze. Ik heb ze dus al op mijn verlanglijst sinds in het modehok kwamen ergens in juli. Toen heb ik deze foto gemaakt. En nu komen ze dus eindelijk online. En ik heb gewoon letterlijk gewoon al maanden in mijn agenda staan. 5 oktober om 10 uur zijn ze verkrijgbaar. En ze zijn dus super exclusief. Ze komen ook niet in de winkel. Anders waren ze echt, dan was ik nu naar de winkel gegaan en had ik ze gehaald. Want ze waren perfect geweest voor vanavond. Maar ze komen dus echt alleen op de site. Dus ik hoop zo dat ik ze kan bemachtigen. Oké, het is 10 uur, maar ik zie nog niks. Hoe kan dit? Oh, hier. Oh, dit is het. Oh, god. Oh. Kijk, de laarzen. Over de nielaarzen. Ja. Nee, niet zwart. Hè? Oh, nee. Oké, dit is blijkbaar wel de goede. Selecteer maat. Ach, nee. Hè? Zijn ze nu al uitverkocht? Dat kan toch niet? Oh, uitverkocht staat er. Nee. Refresh. Nee, toch? Ik ben bang dat hij dus echt uitverkocht is. Want andere items uit de collectie zijn er wel nog in bepaalde mate. En deze zijn er allemaal niet meer. Dus ik denk ja, dat ik gewoon pech heb. Misschien is het toch eerder dan 10 uur online gegaan? Ik weet het niet. Ik dacht echt om 10 uur. Normaal gesproken doet H&M tot om 10 uur. Lunch, zelfgemaakte salade met bonen, kikkererwten, tomaat, paprika, pompoen, avocado, rijst en veldsla. Over 3 uur begint het feest. Ik hoorde net van onze modestagiairs dat de tafel al gedekt is. De kerstmuziek staat al aan. En ik weet gewoon nog steeds niet wat ik aan moet. Ik had dus deze trui. Hij is echt geweldig. Van H&M. Met overal. Hij is ook best wel zwaar. Met dit. Van die zilveren metallic draadjes. Het loopt helemaal over de schouder. En langs je armen. Maar ik had dus een mini rok. Zo'n glanzend mini rokje bij bedacht. Tot ik erachter kwam dat die zwart is. Dus dat mag niet. En nu weet ik het gewoon helemaal niet meer. Dus ik ga zo naar huis. Dan ga ik naar mijn kast. En nog wel 1 keer nadenken van of er niet toch iets tussen hangt. Dit zijn mijn 2 opties. Oké, dit is optie 1. En dit is wel heel mooi. Gelukkig ben ik nog een beetje bruin. En dit is optie 2. Ook heel mooi. Zie, is dit wel prettiger, want het is best wel koud. Ik heb geen steltang. Dus dan maar mijn haar even bijwerken met een krultang. Moet wat? Dit is het geworden. Uiteindelijk toch vanwege de warmte. En deze jas, want ik ben dus bang dat het best wel koud is geworden. Daar gaan we, dit is de boot. Dank je! Hey, schat! Hey, ziet er zo leuk uit. Kijk dan. Geweldig. Dit eten ook allemaal. Dat we net gaan. Dus hier allemaal foto's gaan. En nu zitten we wel lekker te eten. Deze man gaat zo wat eten. Ja, lekker. Is dat nog anders? Ja, helemaal.
Zo blij na. Echt lang. Echt lang. Hallo, ik zie bijna beweging. Wat was het? Yo, ik heb geen idee. Hey, guys. Je bent een Ik denk dat het leuk. Oh, maar dat was echt februari, maart, april. Dan ben ik wit in dit licht. Ik ook. Zijn net thuis. Dit is wat Jonas doet, jasje uit. Die zag er trouwens zo leuk uit. Kijk, hij had dit pak aan. Een lege jas met een lege broek en sneakers. Gaat het nog? Leef je nog? Ik wist niet hoe snel ik mijn pyjama maar moest trekken. En nu ben ik dit aan het maken. Dit zijn vegan knakworsten. Ons, hoe noem je dat ook alweer als mensen 's nachts gaan eten? Geen idee. Je weet wat ik bedoel. Het is echt heel raar weer. Het ene moment is het zondag zoals nu. En daarna gaat het heel hard regenen. Dus Joen en ik hebben echt geen zin om naar buiten te gaan. Dus we eten allemaal leftovers. En het is echt de raarste combinatie ooit. Het is een klein beetje. Dit zijn vegan beefreepjes van de vegetarische slager. Dit is nog een klein beetje broccoli rijst. Ik ben hier mijn favoriete kroketten met brood aan het maken. En dan hebben we nog tomaatjes. En eventueel nog dumplings als we... Wat zou ik wel? Oh ja, Younes heeft ook nog deze. Indomie. Echt heel raar, maar we waren helemaal blij met deze combinatie. Want we hadden allemaal dingen waar we wel trek in hadden. En we hoeven dus niet naar buiten. Ja, we zijn naar kijken toch? Geen make-up, chill outfit. Want Younes en ik zijn een kastje in elkaar aan het zetten. Althans, hij. Ik ga nu een soort van assisteren, denk ik. En als het goed is, komen er nog meer spullen van ons huis binnen. Zoveel zin om eindelijk weer met het huis aan de slag te gaan. En hopelijk gaan we dan nu heel erg vooruit. Het is gewoon nog best wel leeg hier. Er moet nog zoveel gedaan worden zoals dat. Dat irriteert me ook. Ik zie nog een leuke lamp. Maar vandaag komen er echt wel veel leuke dingen. Dus we komen steeds dichter bij een house tour. Joen redt het wel in zijn eentje, dus ik ga de lunch verzorgen. Pannenkoeken bakken. En als bindmiddel gebruik ik dit. Dit is vegan ei vervanger. Het ziet er ook, en het ruikt trouwens ook wel een beetje als ei. Je kan er helaas geen omelet mee maken. Maar wel, kijk zo ziet het eruit. Maar wel bijvoorbeeld taarten mee bakken. Oh, het is echt precies wat ik ervan gehoopt had. Kijk, dit had ik een tijdje geleden op internet gevonden. En dat was de hele tijd niet verkrijgbaar. Is die scherp? Ja, en ik wil dus heel graag, weet je, dat idee. Dus ook heel hierboven heel leuk gaan stylen. En dit vind ik er ook zo mooi uitzien. Nu is het, kijk. Zo blij met dit kastje. Binnen is die ook wel echt heel mooi. Dan komen hier allemaal handdoeken en lakens te liggen. Het kastje gaat er al veel gezelliger uitzien. Met hier wat geurtjes en kaarsen. En make-up kwasten. En foto's van mij en Joen. Dit is echt een van de eerste foto's van ons samen. Zo scherp, ja. Twee jonge koppies. Het enige wat Younes en ik vandaag gedaan hebben is The Handmaid's Tale kijken. Echt super goede serie. We zijn pas vrijdag aan begonnen. En nu hebben we aflevering 6. Het is een soort van post-apocalyptisch drama. En het is super raar. Maar ergens ook wel weer dat je denkt van dit zou best kunnen. Echt een aanrader. Je zit echt, het sleept je gewoon helemaal mee. Je bent gewoon heel erg verbaasd. Omdat het zo niet iets is. Ja, zo anders. Echt heel knap. Knap gedaan van de makers. Oh, dat ligt trouwens. Anyway, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Doei.